Laten we, voor wie zich daartoe aangesproken voelt, ik in ieder geval wel, Celebration zingen vanwege Martin Bosma van de PVV, die gisteren is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer in Nederland. Come on, Martin Bosma, finally. De tweede aardverschuiving in 3 weken tijd. Weg met dat politiek correcte links, die tot dusver altijd gedacht te hebben, patent te hebben op wat goed en slecht is, de normen en waarden en de rechtsstatigheid en wat voor een taal en wat voor terminologie ook allemaal. Het tij is gekeerd, de geest is uit de fles en ik hoop dat het zo blijft en ik hoop uiteraard dat het rechtscentrum te formuleren kabinet, dat dat een tijdje gaat uitzingen en dat dat natuurlijk alle toezeggingen aan de kiezers, ook onder wie ik, gedurende hun regeerperiode ook grotendeels gaat waarmaken, want daar draait het uiteindelijk om. Ze moeten nog beginnen. Maar in ieder geval even een einde aan het tijdperk van extreem links, activistisch links, politiek correct links, noem het allemaal maar op. Celebration time om deze vrijdag 15 december 2023. Kom op! Martin Bosma, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, zoals gezegd. Met 75 stemmen. Dan, come on! Celebrate good time, come on. Celebrate good time, come on. Celebration. Celebrate good time, come on. 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 Let's celebrate.